1950 reikte prins Bernhard voor het eerst de zilveren anjer uit. De prins zal voor het eerst de zilveren anjer uitreiken aan een viertal Nederlanders. Tijdens zijn toespraak zette hij erin waarom deze onderscheiding is ingesteld. Geheel in de lijn van het fonds is de zilveren anjer niet bedoeld als blijk van waardering voor prestaties in een bepaald vak. Als het ware dus aanschouwen verricht, maar in tegendeel juist voor prestaties buiten iemands normale arbeid onverplicht verricht ten bate van het culturele leven. Naast de waardering voor de betrokken personen is voor het tevens bedoeld de waardering voor de betreffende vrije culturele arbeid zelf tot uitdrukking te brengen. Zwaait naar de andere kant.
tijd verspreiden naar jou, maar. Ja. Dat is toch met de spanningen, hè? Ja, heb je nageslacht? Ja, dat is wel.